In deze film maak ik een kalender. En een kalender maken doe ik in verschillende stappen. Allereerst ga ik een document aanmaken ter grootte van een A4'tje. Dus via bestand, nieuw, maak ik een A4 aan. Dan staat er hier alleen, maar ik wil een liggende A4. Dus mijn A4 wordt in millimeters 297 mm breed en 210 mm hoog. Omdat we met drukwerk werken, ga ik hem 300 pixels per inch groot maken. Nou, 8-bit is prima en een witte achtergrond ook. En ik zeg maken. En ik krijg dus een liggend A4'tje voor mijn neus. In dit vlak wil ik dadelijk mijn dagen hebben. Ik wil mijn maand vernoemd hebben. En in de achtergrond wil ik een leuke foto. Laat ik die foto eerst eens plaatsen. Dus via bestand openen, open ik mijn foto. En deze ga ik er gewoon inslepen. Vanaf de laag ga ik op de laag staan. Ik hou de muis ingedrukt. Ga naar het document hierboven. En laat hem midden op de foto los. Nou, hij valt er aardig in, maar middels het verplaatsgereedschap ga ik hem nog net wat beter zetten. Laat ik hem zo houden. Hier ga ik dus een grid over plaatsen met mijn data. En die ga ik eerst nieuw maken. Ik heb boven mijn linealen zichtbaar en die staan momenteel in procenten. Linksboven is het 0 en rechtsonder is het 100 en 100%. Dat ga ik eens omzetten naar getallen. Getallen in centimeters wel te verstaan. Dus ik klik met rechts in de lineaal. En heb je de linealen nou niet staan, hierboven via weergave kun je daar voor linealen kiezen. Maar als je met rechts in de lineaal klikt, dan kun je dus zeggen van ik wil het graag in centimeters zien. En je ziet, het loopt net iets voorbij de 29 en de hoogte is 21. Ik wil hier een kader in van ongeveer 12 centimeter tot 28. Dus als ik vanuit de lineaal, als ik er daarin ga staan, krijg ik een pijltje. Als ik dan de muistoets ingedrukt hou, kan ik een hulplijn zetten. En die zet ik bijvoorbeeld op ongeveer 28. En ik zet er eentje op ongeveer 11. Daar ga ik dadelijk een kader in maken met mijn data. En dat ga ik allereerst los doen. Dus van 11 tot 28, dat is 17 centimeter. Ik moet dus een document gaan maken van 17 centimeter breed in het vierkant. Dus ik ga wederom naar bestand, nieuw. En in dit geval, het staat nog op millimeters. Dus 17 centimeter is 170 millimeter. Zowel breedte als hoogte. Blijft op 300 dpi en het blijft wit als achtergrond. En ik zeg wederom maken. Dit moet dus mijn grid worden van de dagen. Nu zitten er 7 dagen in een week, dus ik wil over de breedte in ieder geval 7 dagen verspreid hebben. Hoe ga ik dit document nou netjes in zevenen delen? Ik kan pixels gaan zitten tellen, dat is wat veel werk. Gelukkig kan Photoshop dat ook voor me uitrekenen. Je hebt daar straks in het eerste document al gezien dat we 2 hulplijnen hebben geplaatst. Deze cyaan-vormige lijntjes, maar die kun je ook automatisch laten zetten. Dat doe je via weergave en dan heb je hier staan nieuwe layout van hulplijnen maken. En wat ik eigenlijk wil zijn in dit geval 7 kolommen breed. Bij jou kunnen er standaard wat andere waarden staan. Je kunt bijvoorbeeld standaard heb je volgens mij het nummer 2 staan en een bepaalde tussenruimte. Dat kun je gewoon aanpassen. Nou, rijen vink je in dit geval uit. En je drukt op OK. Hier wil ik dus vierkantjes in hebben van de dagen. Ik zoom even in op de hoek linksonder. En ik ga hier dus 1 vierkant maken. Ik begin om te beginnen met een nieuwe laag. Via hieronder het plusje of de sneltoets Ctrl, Shift en N. Om een vierkantje te maken, maak ik eerst een kleine tussenstap. En dat doe ik hier via het rechte selectiekader. En ik ga gewoon een vierkantje maken. Ik begin hier buiten mijn canvas. En als ik de muisknop ingedrukt hou, dan zie je dat ik keurig in de hoek daar begonnen ben. Om een vierkant te maken hou je de shift ingedrukt en dan zie je dat je gewoon een kaarsrecht vierkant krijgt. En als je bij de lijn in de buurt komt, dan springt die daar naartoe. Dit vierkantje is even belangrijk voor het stramien wat ik uit ga zetten. De bovenkant van het vierkant, daar ga ik een nieuwe hulplijn plaatsen. Dus vanuit de balk muisknop ingedrukt houden en gewoon een hulplijn naar beneden trekken. En mijn onderste rij vierkantjes is af. Nu ga ik de maand januari maken. Januari heeft 31 dagen. Dus dat gedeeld door 7 is in ieder geval meer dan 4. Dus ik heb 5 regels nodig. Ik moet dus nog een paar nieuwe hulplijnen bijplaatsen. Met de selectie nog actief en mijn selectiegereedschap ook nog geselecteerd. Als ik dan in het geselecteerde gedeelte ga staan, dan kan ik als ik de muis ingedrukt hou die selectie verplaatsen. En door de shift ingedrukt te houden verplaats je die recht naar boven of je verplaatst hem naar links en rechts. Laat je die niet ingedrukt, dan zie je dat je een beetje kunt zweven. En ik ga hem dus naar boven verplaatsen, net zolang totdat de onderkant van mijn selectiekader die hulplijn raakt. En ik trek vervolgens een nieuwe hulplijn naar de bovenkant. Wederom schuif ik mijn selectiekader een beetje door en ik herhaal deze stappen net zolang totdat ik 5 rijen met vakjes heb. Deze had ik niet helemaal goed geplaatst, zie ik, dus dat moet ik even corrigeren. Ik plaats het selectiekader goed, ik ga naar mijn verplaatsgereedschap en als je dan op de hulplijn gaat staan, dan verspringt je cursor en hou je hem ingedrukt, kun je hem dus weer verplaatsen. Terug naar het selectiegereedschap en ik trek nog een hulplijn. Nou, nu heb ik dus in ieder geval 5 rijen, dus voor de dagen is het genoeg, maar ik wil bovenin nog een rij, zodat ik daar de maandag, de dinsdag, etc. tot en met de zondag neer kan zetten. En dit is mijn grid voor mijn vakverdeling. Nu kan ik in ieder geval het bovenste stuk gewoon wegsnijden. Dus ik maak met het selectiekader vanuit de lijn hierboven, en dat is magnetisch, dus dat haakt hij er mooi aan vast, een selectie over mijn grid van vakjes. En ik zeg afbeelding uitsnijden en het bovenste stukje dat valt weg. Met Ctrl-D hef ik de selectie op en dit is dus in principe mijn kader. Nu wil ik daar een mooie grid van lijntjes in gaan zetten. Eromheen, dat hoeft nog niet, dat gaan we dadelijk even los doen. Maar ik ga dus nette lijntjes plaatsen tussen deze gridpuntjes. Dat doe ik met het lijngereedschap, dat vind je hier bij de 3 bolletjes. Klik daar 1 keer op, houd de muisknop ingedrukt en selecteer daar lijn. We gaan een lijn kiezen die zwart is en 1 pixel breed is voldoende. Ik pas mijn dikte van de lijn hier aan naar 1 pixel en ik trek gewoon eigenlijk vanuit de bovenste lijn een lijn naar beneden. Hou de shift ingedrukt om een keurig rechte lijn te maken en zo ga ik even langs al mijn lijnen heen. En je ziet hieronder, ik krijg langzaamaan de vormen erbij. Dat ik mijn lijnen voorbij eigenlijk het vierkant trek, dat is op zich geen probleem. Dat kunnen we straks ook nog gewoon netjes weg laten vallen. En ik trek ook de horizontale lijnen. En het voordeel is dus dat die hulplijnen enigszins magnetisch zijn en mijn grid dus dadelijk keurig gecreëerd wordt op die exacte lijnen. Het is wat moeilijk te zien, want die hulplijnen die zijn cyaan en de selectie van een lijn is blauw, dus dat valt een beetje tegen elkaar weg. Dus via weergave zet ik het grid uit. Ik wis het zelfs, want ik heb het eigenlijk niet meer nodig. Dit is dus mijn grid van dagen. Al die lagen van die vormen, die ga ik dus met elkaar verenigen in een groep. De bovenste is op dit moment geselecteerd. Ik scroll naar beneden voor de onderste, hou de shift ingedrukt en daarmee, als ik op vorm 1 klik, heb ik al die lagen tussendoor geselecteerd. En middels Ctrl-G zet ik die mooi in een groep. Dubbelklik op de naam om de naam te wijzigen en die noem ik dan lijnen. Hier kan ik dus mijn tekst in gaan zetten. En dat gaat op zich vrij eenvoudig, gewoon via de teksttool, die vind je hier, of via de T. Ik heb hem op zwart staan, prima. Het lettertype en de dikte is ook goed en ik klik gewoon ergens in een vakje. Het is een beetje aan de kleine kant, dus dat maak ik hierboven nog een klein beetje groter. Zeg dat we de dagen 20 doen en ik typ gewoon in MA van maandag. En ook in het tweede vakje typ ik de dag en zo ga ik alle vakjes even door. Deze staan nu op zich, maar nog niet helemaal perfect. In ieder geval heb ik wel voor iedere tekst een losse laag, dus ook die ga ik even groeperen, zondag. Ik scroll naar beneden tot maandag, hou de shift ingedrukt, druk op de onderste en met ctrl-g maak ik daar een groep van. En deze groep noem ik dan dagen. Deze moet ik er echter nog wel een beetje netjes uitlijnen, want dit is natuurlijk geen gezicht, tenzij je een hele losse kalender wil. Dat kan ook. Dus ik open de groep dagen en ik pak mijn selectietool. Zorg dat hier automatische selectie is aangevinkt. En ik klik gewoon op de eerste dag, zoom ik een beetje in en ik plaats hem onderaan en mooi in het midden. En zo zet ik alle letters even netjes in het midden onderaan. Ik ga ze dadelijk gewoon allemaal in één keer recht naar boven halen. Houd de spatiebalk ingedrukt om door je document te scrollen. Op zich is dit goed, maar dit mag dus nog gewoon een klein beetje omhoog. Nou, je gaat naar het verplaatsgereedschap en je selecteert niet een laag, maar je selecteert de groep. En vervolgens, als je je automatische selectie uitzet, want anders pakt die een enkele laag. En vervolgens kun je dus gewoon je hele groep in één keer optillen. En ik zet het netjes in het midden. Ik zie dat zaterdag nog niet perfect aanstaat, dus automatische selectie weer aan. En ik selecteer de zaterdag. En ik verplaats dat een klein beetje naar links. Op zich is dit goed. Moet ik de getalletjes er nog in gaan zetten? Nou, dat gaat wederom met de teksttool. En die wil ik eigenlijk dadelijk vanuit rechtsonder van een vakje uitlijnen. Dus ik selecteer hier rechts uitlijnen. Ik maak de tekst in dit geval groter. Ik denk 35, nee 40 in dit geval. En ik ga gewoon even in ieder vakje de dag neerzetten, ervan uitgaande dat de maandag 1 januari is. Ook deze staan allemaal ongeveer op hun plaats, maar totaal niet in de buurt. Dus via het verplaatsgereedschap ga ik ze gewoon allemaal even keurig naar de rechter onderhoek schuiven. En dan zet ik ze dadelijk allemaal collectief in één keer gewoon wat beter in het vak. Zo is het wel vrij aardig. Al deze getallen ga ik wederom in een laag zetten. Dus ik selecteer boven de 31, scroll naar beneden totdat ik de 1 heb. Shift ingedrukt, op de 1 klikken en hij heeft alle lagen geselecteerd. Ctrl-G om er een groep van te maken en ik typ in getallen. Als je de groep geselecteerd hebt, zorg dat automatische selectie uitstaat en nu kun je de hele groep een klein beetje verplaatsen. Ik wil het allemaal wat naar links hebben en wat naar boven, zodat ze mooi een beetje vrij staan uit de hoek. En dat doe ik door de shift ingedrukt te houden. En als ik dan op het pijltje naar links klik, dan gaan ze 5 pixels naar links. Nou, dat doe ik 3 keer, zodat ik 15 pixels heb. En 3 keer naar boven, zodat het ook is gedaan over 15 pixels naar boven. Ik wil de dagen echter wat zachter hebben dan dit keiharde zwart. Dan kun je er nog een beetje overheen schrijven. Dus ik zet gewoon heel simpel de dekking terug tot 30%. En hier ben ik op zich wel happy mee. Dit is dus mijn kalender zelf. Nou, hier moet ik dadelijk mee aan de slag. Ik ga eerst even alles omzetten naar pixels. Dus ik klik er met rechts op, terwijl alle lagen actief zijn. En ik zeg 1 laag maken. En in principe is het dan goed. En vervolgens kan ik hem gewoon in zijn geheel doorslepen naar mijn andere document. En ik kan hem daar mooi uit positioneren. Zo op het eerste gezicht lijkt het alsof de lijnen niet helemaal gelijk zijn, maar als je inzoomt tot ware grootte, dan zie je dat dat wel degelijk klopt. Wat je eventueel ook kunt doen, laat ik deze even weggooien en teruggaan naar mijn kalendertje. Ik druk even op ctrl-z om dat ongedaan te maken. Dat is eigenlijk gewoon alles in losse lagen transporteren. Wat ik dan wel eerst moet doen, ik had vormen die eigenlijk uit het kader kwamen, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Dus als ik even al mijn vormen selecteer en ik klik met rechts erop en ik zeg omzetten in pixels en ik selecteer vervolgens het hele document met ctrl-a en ik zeg afbeelding uitsnijden, dan snijdt hij de buitenkant eraf. Dus je ziet ook dat mijn verplaatsgereedschap meteen een stuk kleiner wordt. Maak ik deze groep weer dicht. Als ik nou alle lagen even selecteer, dus eerst de bovenste en vervolgens de achtergrondlaag terwijl de shift ingedrukt hou. en ik versleep hem, dan krijg ik hem hier dus als losse lagen, als losse groepen erin in een achtergrondgroep. Dan druk ik op Ctrl-G om dat allemaal even te groeperen. En heb ik een keurige groep die kalender heet. En kan ik hem dus bijvoorbeeld een klein beetje verplaatsen. We hebben nu wel lijntjes in de grid, maar nog niet eromheen, zoals je hierboven ziet. Nou, dat wil ik natuurlijk wel. Dus ik zoek even mijn witte vlak op in de kalender en ik dubbelklik in een recht gedeelte. Ik vink daaraan lijn, pak 1 pixel zoals ook de rest, zorg dat de positie buiten is en ook dat is gefixt. En vervolgens maak ik deze laag wat transparanter, zodat we er een klein beetje doorheen kijken. Dat is wel zo fraai. Hoef ik eigenlijk alleen nog maar de maand erboven te zetten, dus deze groep kan weer dicht. Ik selecteer de teksttool, klik gewoon ergens, lijn het in dit geval op links uit en zeg januari. Laat ik dat gewoon eens netjes in hoofdletters doen en laat ik deze eens 60 puntjes groot maken. Ik ga er nog een keer achter staan, ik druk op enter. Ik typ daar 2020, ik selecteer die letters en maak die grote 30. Dit wil ik wat dichter op elkaar hebben. Dus via het venster ga ik naar teken in dit geval. En ik zeg dat ik hier de automatische hoogte wat wil aanpassen. Zodat ze wat dichter bij elkaar komen. En met het verplaatsgereedschap zet ik ook deze gewoon wat meer in de bovenhoek. Wil ik daar nog netjes een wit kadertje om, maak ik dus een nieuwe laag aan. Die sleep ik onder mijn letters. Ik pak het witte selectiekader. Ik sleep er een kader omheen. En ik ga dat kader vullen met wit. Nou, wit is in dit geval mijn achtergrondkleur. Dus ik gebruik de sneltoets Ctrl Backspace. En daar staat gewoon keurig wit achter. Dat ga ik net zo transparant maken als het vlak achter de kalender. Dus ik klik nog even daarop om te kijken. Nou, dat was 75%. En dat typ ik dus ook in bij de dekking. Ctrl-D om mijn selectie op te heffen. En ook hier kan ik mijn hulplijnen dus wissen. En zo eenvoudig is het dus gewoon om een kalender te maken. Klein puntje op de i. Dat is dat ik hier eigenlijk gewoon onder dit stukje even weghaal. Ik zoom een klein beetje in. Ga keurig naar deze hoek. Plaats daar 2 hulplijnen. Dus ik zorg dat mijn linealen aanstaan. En die plaats ik onder de pixels. Als ik dan uitzoom, dan zie je ze beter. En ik maak een selectiekader van rechtsonder richting de lijnen, net zolang totdat die aanhecht. En in mijn kalendergroep plaats ik een masker terwijl ik de Alt ingedrukt hou. Dan zal die mijn selectie gaan verbergen. En zo ziet er dat iets fraaier uit. En op deze manier maak je dus gewoon eenvoudig een kalender. Dit is 1 kalenderblad. Natuurlijk moet je er voor het hele jaar nog 11 bij maken en eventueel ook een voorblad. Het is een beetje naar jouw eigen creativiteit. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!